De kartcup. Ik ben Goblin, Eike en Sean. En naast mij zit Mikkertje, a.k.a. Yes. Ivo. Een hele goede avond, Sean. Goedenavond. En alle kijkers natuurlijk ook, goedenavond. Ja. We hebben net even de kwalificaties zitten kijken van Lobby A. Want we gaan Lobby A streamen. En het was heel erg rap. Laat ik het zo zeker zeggen. Had. De eerste 6 van Lobby A kwalificaties zijn ook doorgegaan naar Lobby A race. Dus dat waren, even kijken, wie waren het ook alweer? Dat was Edwin. Ja. Tweede was Don, ja. Donneke. Ja. Donneke. Derde was Brian. Briardon. Nummer 4 was Imation, ja. En dan Helderman. Op 5. Ja, want dat waren de dan mensen allemaal nog onder de 1,34, zie ik. Ja, en dan komen de 1,34ers. Ja, en dat was de nummer 6. Dan is dan Ravinci, een nieuwe. Ja. In werkclub. En dan hebben de eerste uit Lobby B. Ja, en dat was kijken, wie was dat? Arnold. Nolt, 19. Ja. Met een 1,34482. Ja. En vlak daarachter, met 18.000ste, iets langzamer dus, was Albin ook. Ja. En dan hebben we nog over. Dat is Hendrik. Ja, de Bultjes. DRE de Bultjes. Die is ook uit Lobby B gekomen. Nee. Niet? Die zat in deze lobby. Oké. Ja. Dus alleen Nolt. Ja, alleen Nolt en Albin ook. En Albin ook, oké. Ja. Maar dat gaat weer wel blozen vandaag. Ja, echt wel. Dus we gaan even kijken. Want we racen vandaag op Lago Maggiore West 2, zie je? Ja. Ja, tegengestelde richting dus. Oké, daar staat er 2 voor, neem ik dan aan. Mm-hmm. Oké, nou, het is echt wel een leuke baan hoor. Er zit echt van alles ja, in. Echt. Rechte stukken, lange deurdraaiers. Ja, echt. Bochten, het wordt heel leuk. Omhoog, naar beneden. Ja. Oeh, ik krijg heel veel lekkers in mijn het licht tegen van de zon. Ja. Waar zit jij? Bij wie zit jij te kijken nu? Ik zit gaan we er even heen. Even bij, ik ga maar even naar nummer 1. Dat is momenteel. Oké, meneer Helderman. Ja, daar zit ik ook bij. Ik krijg net ijs in mijn handen gedouwd. Dus ik ga even genieten. Ja, mijn idee. Nou, Helderman momenteel een 1,33,733 gereden. Het is nog een beetje warm rijden. Mm-hmm. We rijden vanavond ook 3 heats van 15 minuutjes. Dus niet op rondes gebaseerd, maar op tijd. Ja. Brandstof uit. Benzine uit. Supersoft ronde. En Nee, geen Supersoft. Staan Sportsoft, toch? Of Sportsoft, oké. In ieder geval, wel snelle banden. Ja. Zeker weten. Hoe? Dus nee, ik krijg te zien dat we gaan starten. Ja. En dan de laatste race, die is dan weer een reverse pit. Oh, mooi. Ik ben benieuwd hoe het gaat met Lobby A vandaag. Want het was al wat met de 2 weken geleden met Lobby B. Dat we een hele leuke race hadden. Ja, en we gaan ook gewoon een staande start. Met de valse startcontrole. Mm-hmm. Zit het veld lekker dicht bij elkaar. Ja. We kunnen onze rollende start doen, maar ja, dan is de ene is, aan het einde van het rechtstuk en de ander moet er gewoon start finish komen. Ja, echt. Dus ik ga bij nummer 1. Ja, en ik ga achteraan. Oh, ga ik ook niet doen wat ik wil? Ja, dat mij ook. Ja. Zo, dat wel blijf ik bij nummer 1. Kunnen. Nou, daar zijn ze verkocht hoor. Yes. Oeh, het is druk tussen Brian op Brian en pakken. Brian dan de nummer 1. Oh jee, daar gaat er een doorpas. Oh. Die Mason was dat. Ligt gelijk achteraan. Ja.
Maar hij is niet ver achter dan, dus we hebben hem goed kunnen houden nog. Ja. Albin heeft een klein beetje werk achteraan, ja. Die neemt de laatste plek even over. Oké, zullen we even aan. Hendrik heeft twee plekjes gewonnen, niet zo sterk. Ja. En dan komen we bij het groepje van 6 nog eigenlijk. Ja, Don is een beetje afgezakt, want die ging van 2 naar 6. Ja, maar hij zit er ook nog erg wat achter hoor. Mm-hmm. Ja, onze nieuweling toch ook van 6 naar 4, hè? Da Vinci. Ja, op weet misschien. Ik weet niet hoe die het voor. Ja, ah, Bart. Ja, het is Bart. Ja. En daar wordt voor plek 2 een aanval gedaan door Bjorn. Ja. En die is volgens mij daar, ja. Ja. Zit er ook door. Ja, en Edwin, dat is nog voor de volgende tijd. Zit een seconde voor. Gaat een beetje afstand nemen. Ja, die vrijbaan. En daar komt Helderman. Een aanval aan de binnenkant. Ja, is er ook al voorbij. Bij Brian. Ja. Nou, een ding komt er ook achter, hein? De Vinci. Ja, is er ook voorbij. Ja. Ja, en hij gaat ook gelijk naar Helderman. Blijft die slipstream zitten. Ja, die staat op realistisch. Ja, maar hij zit er naast elkaar. Ja. Hopen dat ze de radar aan hebben. Oh, 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 oh. Een klein beetje gas. Ja, maar goed, je legt er wel achter. Goed zo. Dat is ook een lastig bocht hoor. Die laatste. Menig gezien die hem toch erg scherp proberen aan te snijden, maar dan ja, liggen er iets van 3-4 van die hoge broodjes. Maar ja, die wil je niet meepakken. Met een groep 3 kan je er makkelijk overheen. Ja, ja. Maar met een kart is het toch even wat anders. Helderman houdt het toch nog aardig van zijn vol voor regels te blijven. Nou, we hopen zich dat Helderman ook met de controller bezig is vandaag. Ja. Ja, dus, want hij had... Ik vind het sowieso knap dat hij dit doet. Maar hij is ook een man met een stuurtje normaal gesproken. Normaal gesproken wel, ja. Ja. Maar het probleem is gewoon... ook heel rap. Ja, zijn pedalen die waren in één miljoen. Die gaf in één keer een kwart gas en een kwart remmer. Terwijl die allebei vol intrapte. Oké, dat is niet, dus, niet goed. Dus weer terug naar de fabriek. Hey, maar daar komt de revisie aan de binnenkant nu. Nee. Ja. Ja. Hij wacht nog even. Ja, afwachten. Even zien. Ja. En daar heeft Noord ook een beetje aansluiting gekregen. Daarachter. Dus wel een stukje van 3 geworden. Ja. Kijk, Edwin neemt natuurlijk wel afstand daardoor. Hè? Ja, zeker. Maar ik zie dat daarachter Don, die raakt ook momenteel een paarse tijd. Ja. Met Albin ook weer naast zich. Ja. En Brian naast zich, bedoel je? Even kijken. Het is hetzelfde vlagje. Ja, maar ze zijn allebei vlakbij. Misschien was het toch een stuivertje geweest, hoor. Ja, misschien wel. En daar komt deeltjes volgens mij de Albino. Don, ik heb nog steeds paars. Ja, hij zit echt uit, mooi achter dat groepje van 3. Ja. En mooi even die slips een klein beetje meepakken om die paarse tijd vaardig te stellen. Ja. Kijk hoe deze bocht er komt, deze wijk. En hoe je hier deze op komt, hè. Ja, ook. Zo die gasten en zoveel snelheid mee. Ja. Nou, we gaan het zien hoor, de paarse tijd. Net niet. Er zit een halve seconde achter. 17e. 17e beter dan de tijd die hij ervoor had. Ja, maar een halve seconde. Nou, ja. Ja, ja. Maar dat hadden we vorige keer met... Ja, vorige keer met Patrick. Dat was Patrick, ja. In Stilo. Ja, die had het voor elkaar in de WB alle 3 de races te winnen. Ja. Ik ben benieuwd of Edwin dat vandaag kan evenaren. Ja, ik hoop het. Ja, het Edwin is een goeie hoor, Edwin is heel erg snel.
Ja, zeker snel. Maar ook met de snellere type auto's ook. Ja, ook. Groep 1 snel, groep 2. Ja. Ja, groep 3 en 4 ook wel. Ja, echt wel. Ik blijf dus wel bij. Ja, een mooi groepje erachter hoor. Ja, echt wel. Van 2 tot en met bijna 6. Breiden zit er niet erg. Ja, seconde. Ja. Maar seconde is met deze dingen weinig hoor. Daarom. Ik denk dat heel veel in die 60 versnelling blijft zitten. Sommige dingen zijn echt terug. Deze bijvoorbeeld is dan 3 meter van 10 keer. Ja. Ja. Dat kan ik hier half even wat zaken doen naar z'n 4. Okay. Maar die volgende is volgens mij gewoon voor onze 6. Ja. Dat volgens mij ook, ja. Ik vind het zo gaaf, die kopjes dan. Hij zit er nou dan weer aan, ja, hij zit er ijs erbij. Ja. Het is een groepje van 5 geworden. Mm-hmm. En dan gaat gelijk een aantal doen. 1, 2, hij pakt misschien 3 man. Wauw. 2. Nee, nog niet. Hij moest even inhouden. Hij moest even inhouden. Hij zat even te dicht op Don. Ja. Die heeft de image in een seconde achter zich zitten. Ja, en daar zit Albin ook anderhalf, bijna seconde achter. Ja, die kent ook een groepje van 3 vormen. Zo. Ja. De image komt nu ook al op beeldjes af. Ja, het is echt stuivertje tussen Helderman, de Windje en Bruiden. Die zit nu met z'n drieën. Nolte heeft een klein gaatje geslagen. Ja, anderhalf seconde. Ja. Ja, die jongens achter hem zijn een beetje aan het bettelen. Ja. Maar daar komt toch nog weer bij. Het is weer een mannetje van 4 nu. Het is echt gaaf, die kart heb ik dan. Ja. Om dat zo te zien. Zal trouwens de stream eens even aan zitten. Maar... Mensen hebben wat gezegd al. Oh. Ik vind het helemaal niet behoorlijk. Nou ja, daar ga ik niet vanuit. Ja, volgens mij ook niet. Nee, daarom. Dat zal er niet zijn. Ja, ik denk het wel. Zo. Ja, dan nog de nek van Helderman. Ja. Zit nou aan de buitenkant. Ook niet. Het is moeilijk inhalen op buitenkant. Ja, ja. En daarachter. Ah, en dan toch op een slechte extra schat. Ik denk dat we gaan hem aanvallen. Maar hij heeft weer de slips in te pakken. Ja. Ja, blijft erbij. Ja, Edwin is alweer, kijk, 4,5 seconden heeft hij er alweer van gemaakt. Ja. Net nog. En dan zit ook niet. Ja, Helderman zit ook maar iets minder dan een seconde. Anderhalf nu. Ja, 2. Oh. Daar ging nog maar bijna achter te boven. Ja. Dan weet hem nog net te houden. Hij maakt het wel een klein gaatje, maar het is nu maar 3,7, 3,8. Ja, dan heeft Edwin ook een foutje gemaakt. Ik denk het. Want Nol had nou echt wel een momentje. Dus die kwam echt niet vol die bocht uit. Nee. Ja, Regency die heeft met ook een klein gaatje ten opzichte van Ben. Ja. Maar Draaier heeft een groter momentje gehad, want hij ligt 8. Oké. Trouwens, wacht, ik heb wat gemist denk ik, want Helderman ligt laatst. Nou, ik heb het ook gemist. Nee, echt? Ja, die is er afgegaan, man, duidelijk al. Ja, moet wel. Die lag 5 of zo. Ja. 4. 3.
Ja. Zoiets. Ja, moet ik iets gemist hebben, jongens. Ik denk dat het in die bocht is geweest waar hij net uitkwam. Ja, en daar had hij al moeilijkheid aan mee, hè? Ja, maar hij pakte hem elke keer wel heel erg strak, weet je. Ja. Af en toe te strak. Ja. Ja, dan ga je over die breukjes heen. Er liggen er drie, zag ik net. En dan ja, neig je toch wel heel snel aan het stuiten om uit te komen. Ja, precies. Ja. Ja, je zit zo laag op de grond, jongen. Dat is echt... Ja, je gaat bijna met je billen op de grond. Ja. Ja, daar zitten gaten. Ja. Ja, ik denk dat Edwin en Nolt heel veilig zitten. Ik denk dat iedereen... We hebben nog 3,5 minuut. Ja. Don heeft ook een vat voor zijn afgezet. Ja. Ik denk dat we zo... Één foutje te maken en het is weg. Ja. Don rijdt weer 21.000 een paar zetten hier. Oké. Okay. Dus die blijft ook gewoon het gas erop halen. Ah. En was er al wat gezegd in de chat, Don? Ja, ik zie het niet. Ik kom er later in. Oh ja. Dus ik denk dat mensen gedachten gezegd hebben. Als je mensen wat wil zeggen, dan mag dat gewoon. Dan... Ja, ineens ook 2 seconden voor en achter zich. Bultjes ook een 1,5 seconden daar achter iemand. Althans, voor iemand. 2 seconden achterkant. Ineens. Ja. Holman komt weer naar Brian toe. Ja. Ik zit binnen een seconde nu. Dus dat gaat weer spannend worden daar. Met nog iets meer dan 2 minuten. Ja. Ja, het blijft ook net een seconde. Ja, het is eigenlijk hetzelfde als vorige keer, hè? Ja, het Albin ook. Albin is er bij Bultjes. Ja. Bij Hendrik. Dan zouden we daar even kijken. Ik probeer het aan de binnenkant, lukt hem niet. En Hendrik komt beter die bocht uit. Snap gelijk wel een gat van bijna een seconde. 18e. Ik zit even bij Albin ook op het stuur. Daar zat Hendrik een beetje in de slip. Ja. Kijk. Nu staat er gelijk een paar kilometer tussen. Hij pakt hem, hij pakt hem. Ja, hij is er al voorbij. Ja. Ja, de banden slaat eigenlijk niet zo uit, maar ja, het scheelt natuurlijk wel fit. Ja, echt wel. Ik wel dat de traction ook aan mag staan, hè? Ja, dat mag aanstaan. Kunnen we het mensen niet zonder rijden? Ja, toch? Ik denk het wel. Nee, ja. Edwin geen traction aan. Edwin niet, Donneke niet, Ravenson niet, de Bultjes niet en Helderman ook niet. Nee. Nou, nog 20 seconden. Ja, dat is de laatste ronde. Even kijken, wie er als eerste... Ja, het is Edwin. Dat is eerste, ja. Allemaal, die zit 4 seconden op nul, dus... Geen achterligger die je eerder gaat vinden, zo. Nee. Ja, nog steeds weer een ruime 4 seconden, joh. Ja. Die rijdt alsof het iets is, joh. Met 2 vingers in zijn neus. Ja, echt. Hij had iets meer moeite dan Instilo had vorige week, 2 weken geleden. Ja, maar Nolt moet toch ook uitkijken, want ja. Ik zie dat Don toch binnen een halve seconde, dat loopt heel snel. Ja, dat... Ja. Dat wordt een spannend last. Die zit in zijn slipstream.
gaat om plek 2. Gaat hem pakken. Gaat doen. Ja, en 3. 2, nog 3 bochtjes. 4 en 5 zitten ook bij elkaar, zag ik. Is, ja. Oh. Oh, nee. Oh, nee, ja, nee, dat is dom. Ja, dom nee. Nee, ja. Nee, maar iets te wijd uit daardoor. Ja, kom daar. Nee. Nee, dat wordt 1 nee. voor Edwin. Ah, nog steeds een mooi podium. Ja. 2 voor Edwin gefinished. 0 op 2 en 0 op 3. 4 en Vinci. Ja. Imagine op 5. Breiden op 6. Albinak op 7. De Bultjes op 8. En Helderman op 9. Dat was best wel spannend. Ja, dat was niet 1. Ja. Een korte sprintrace, zo'n 15 minuutjes. Ja, ja. Dus, nou, hebben we 5 minuten. Fastest lap en een clean race. Nou, ja, dat wil je nog meer. DR Edwin. Hele goede race. Ja. Van hem. Zullen we nou waarschijnlijk een klein pauze hebben? En dan, ja, weer 5 minuten. Ja, dan gaan we naar de volgende hier dadelijk. Ja. Dan starten we zoals we net gefinished zijn. Ja. I love it when a plan comes together, zegt hij ook. Splashy, zegt Jo. Yo, Splashy. Yo. Oh, en de Bembach. De Bembach. Jij moet rijden, joh. Yo, heren. Hoe gaat het? Ja, het gaat lekker. Eigenlijk. Ja. Afgelopen dinsdag de 10.000 afgesloten. Het loopt een beetje loggertig bij mij. Wat hè? Maar mijn beeld hapert een beetje. Maar mijn tekst gaat gewoon, mijn chat gaat gewoon door. Oké. Okay. Ah, je succes, Barry. Je bent in lobby bezig, dus B bezig. Ja, later man. Ja, 5 minuten pauze zie ik. Ja. Het is meer om de cards even te laten overkoelen. Ja, nou, dat mag ook wel eigenlijk. Ja, ja, ja. Nou, die van Edwin vind ik eigenlijk niet zo erg. Dat die heeft niet zoveel gedaan eigenlijk. Hij heeft alleen maar weggereden. Ja, nou, er komen ook een paar mooie dingen aan weer, hè, natuurlijk. Qua nieuwe competities. Ja, ja. Want je zit vandaag op vrijdag 20e. Ja. En aanstaande dinsdag. Ja, beginnen we met. Gaan we erin beginnen. Ja. Ja. En dat wordt een mooi hoor. Het is het groep 2 kampioenschap. Ja. Hele snelle auto's. Mm-hmm, zeker weten. En het is een competitie voor hoeveel races eigenlijk? 1, 2, 3. 6 of 7, zoiets? 6. Ik zie daar 6 staan. Mm-hmm. Dus dat is 6 weken. En. Ja, met een andere onderweek, dus 12 ja, weken. Ja, ja, 12 weken. Ja. Want die andere. Ja, zeg het maar. Ja, dan komt er ook een nieuwe competitie. Ja. En dat is de. Porsche Cup. Porsche Cup. Ja. Ook met een heel nieuw concept ook, qua indeling van teams. Ja. Maar laten we even over de groep 2 van de aanstaande dinsdag. Ja. Want er gaan een paar leuke dingen gebeuren. En als ik het goed heb. Als ik het goed heb. Oké. Okay. We gaan op een avond gaan we een kwalificatie doen. Ik denk 10 minuten of 15 minuten. Ja. Dan komt er een sprintrace van 15 minuten. Ja, zoals die kwalificatie gedaan is. Ja. Ja. En na de finish van de sprintrace wordt dat eigenlijk de kwalificatie voor de hoofdrace. Oké. Okay. Van drie kwartier. Maar dan ook met de twee laatste bedoel jij? Mhm. Oké. Okay. Mm.
Dus je hebt eigenlijk een sprintrace en een hoofdrace. In die avond. Ja, en de hoofdrace is dan 3 kwartiertjes. Ja. Oké. Okay. Dat zou wel omgezet worden naar rondes, want ik geloof niet dat je dat kan doen in. Nee, dan zou het 50 of 40 moeten waarschijnlijk. Ja. 40. Als je het voor minuten gaat doen, 40 is degene. Dan okay. Wordt het of 40 of een uur. Of je moet de rondes gaan rekenen. Ja. Maar is dat dan ook zo dat het met die kwalificatie zo is dat je dan nog van lobby B terug kan naar A? Daar ben ik nog niet over uit. Oké. Okay. Zoiets. Steven is ook online. Creative. Hey, Creative. Goedenavond. Ja, we zijn weer lekker bezig. We moeten het een beetje vollen dat het zo weer gaan racen. We hebben nog 3 minuten. Om maar naar buiten. Ja. Nou ja, Don zegt net 3 minuten dus. Oh ja. Ja, maar dat wordt knallen hoor. Ja. De groep 2. Ja, ik doe hier mee. Wat? Ik doe mee met de groep 2. Ik ook. Ja, die Porsche Cup sla ik een keer over. Nee, ik ook. Nee, die ga ik ook rijden. Die ga je ook doen? Okay. Ja, nee, die wil ik zeker doen. Dat worden races van 1,5 uur. Zo lang? 1,5? Ja. Oké. Okay. Want we doen gemiddeld al een uurtje, hè? Althans, dat is ook. Wij doen normaal, normaal doen we in de 7500 en de 10.000 doen we een uur. Ja. Dus we gaan nu 1,5 uur. En dat zijn er ook 6 races, geloof ik. Als ik het goed heb. Even kijken. Volgens mij wel. Ja, ja, Steven is ook van de partij met groep 2. Echt wel. Ik heb al een teammaatje voor de groep 2, dus. Ja, dat moet wel een maat zijn uit dezelfde divisie. Ja, je moet een teamgenoot uit dezelfde divisie hebben. Ja. Kan het niet switchen met de divisies door elkaar. Het wordt gereden als divisies zijn. Kijk, de Porsche Cup is anders. Ja, want daar wordt ook de indeling op kwalificatie gedaan, hè, van teams. Ja. Dus ik kan nog zelf geen team maken. Dat wordt, zijn nu aankomende week zijn er 3 kwalificatieavonden. Ja. Beginnende op woensdag, als ik het goed heb, de 25e. En dan moet je dus een kwalificatie neerzetten. Op een van die 3 avonden. Ja. En ja. Daar aan de hand. Oh, we gaan trouwens beginnen. We gaan starten. Ja, we gaan starten. Ik praat in de volgende pauze wel even weer verder. Yes. Nou, dan gaan we verder waar we net geëindigd waren. Alleen nu is alles weer bij elkaar. Mm-hmm. Ik heb nog steeds geen beeld. Moet nou. Oh ja. Wel op X drukken. Anders kom je er niet. Nou, ik ga wel bij Helderman. Ik zit bij Edwin. En daar gaan we licht uit, ja. Oeh, Tonneke had een valse start bijna volgens mij. Ja, dan moet hij dan. Ja. Die ging een beetje vroeg weg. Ik denk dat het niet, anders had hij 1 seconde stilgestaan gelijk. Ja, ja, ja. Dan was hij nog net op tijd. Mm-hmm. Ja, Da Vinci neemt meteen de kop over. Oké. Okay. Maar daar komt Edwin alweer aan. Ja, ja, ja. Hij heeft hem mooi teruggepakt. Ja. Oh, daar gaat er eentje van links naar rechts. Oh, ja, ik zie het, ja. Wie was dat? Ik zag hem even niet. Ik heb niet gezegd wie dat nou was. Nee. Ja, misschien Emation. Die raakt nu laatste. Ja.
Maar dan raakte iemand rechts op gas, waardoor hij links over de baan schoot. Ja. Ik weet niet of iemand meenam. Voor mij niet, volgens mij kon hij net al iedereen ontwijken. Ja, Nolte, Regency en Albine hebben heel dicht bij elkaar. Ja. Ja, Albine ook hebben een goede start gekregen. Ja. En Helderman, want die was laatste. Ja, die is van de vijf uitgeklommen. Ja, dat begin is wel gaaf hoor, dat het allemaal zo bij elkaar zit. Ja. En daar gaat ook binnen het voorbij naar Regency aan de binnenkant. Nou, ook toch niet meer snel uit. Dat is toch het via. Op een of andere manier bij Belt Haper van de stream. Op de stream zelf? Ja, de stream zelf. Ik heb hem straks ook even aangepakt met mij, dat je wel gewoon zoeken. Oké. Okay. We gaan opnieuw starten. We zitten even bij... want Edwin raakt Nolt niet kwijt nu. Nee, hij blijft op een halve seconde. Ja. Edwin een klein beetje in de slip. Ja, we hebben een groepje van vier hier aan. Met Helderman, Don, Ravinci en Albin ook. Ja, Nolt op de slipstroom ook momenteel. Ja. Drie tienden normaal. Je ziet Edwin even af en toe heel even lichtjes achterom kijken. Ja. Het groepje wordt groter volgens mij. Ja, misschien aan het einde van het rechtstuk. Kan hij gewoon proberen hoor. Hij gaat nou echt bijna tegen zijn bumper aan. Daar komt hij. We hebben nu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 man in een groepje bijna. Oké. Klein groepje van 3 vooraan. Trouwens, Don en Regency inderdaad, ja. Nolt heb Edwin ingehaald. Ja, ik heb het gezien. Arnold gaat lekker. Maar je doet Edwin hetzelfde weer terug, ja. Denk ik. Kijk je. Nee. Hij blijft even achterom nog. Ze hebben wel weer bijna 4 seconden voorsprong al op de groepje erachter. Edwin zit er nou weer voor. Ja. En ze zitten naast elkaar. Oh. Kleine touché. Kleintje, ja. Kom op, guys. Goed aan het racen. Oh, netjes hoor. Ja, maar het groepje erachter is... Ja, zit daar weer achter. Zitten allemaal in elkaar slipstream. Het is toch bijna een groepje van 7 man, hè? Ja, de beurtjes daar weer achter. Die probeert de aansluiting te pakken. Ja. Albin heeft ook. Een slippertje van Don. Ja. Ja, daar liggen allemaal weer 3. Ja. Aandeeltjes en Albino hebben ook bijna allebei aansluiting. Ja, hij zit er bij Ravinci. Ja, daar gaat Albino weer voorbij aan. Ja. Zowel Hendrik als Regency. Ja.
Dom ook weer voorbij aan Helderman. Daar weg hoor. Oké, nou, het ligt maar tussen laat, nummer laat en nummer 1. Dus nummer 7,5 seconden. Ja, het grootste gat is toch tussen die 2 en 3, hè? Ja. Seconden, 4,5. Ja, ja. Knap hoor, dat we zo weer rijden. Ja, als ze achter elkaar blijven. Ja, maar 1 en 2 zijn ook aan het bettelen de hele tijd. Ja. Ja, komt er weer voorbij. Ja. Pakt hem weer. Maar, ja, komt weer terug. Beter komt weer, net. Zal hem niet aan de binnenkant gooien, denk ik. Nee, hij blijft hier achter. Ah, wacht. Nou, nu pakt hij hem wel. Ja, oh ja. Echt wel. Even wachten tot het iets eruit gaat en dan wonder door. Ah, kijk. Maar er komt exit. Arnold weer. Ja, Arnold weer. Ik denk dat het wel de tiende keer is dat ze bij elkaar ja, gaan. Ja, echt wel. Ja, Edson aan de buitenkant. Ja. Pakt hij beter daar dan? Kan die bocht? Ja, of terugkruisen. Nee, hij heeft tikt hem tegenaan. Ja. Ja, maar. Ja, dan kom je niet meer voorbij. Echt naast elkaar. Ja. En dan komt die snelle. En daar komt Don bij Helderman. Ja. Ja. Is de auto weer voorbij. Ja. Vlak hoor. Zit ook naast elkaar. Ja. Helderman probeert met de andere lijnen te rijden. Ja. Of het komt door Scopola. Kan. Ja, ik gaf in de chat in Discord al aan, jongens, sorry alvast, als ik in één keer onverwachte bewegingen maak, want dit moet met controle vanavond, dus... Nou ja, het is wel... Ik doe het er niet aan, meer geval. Echt als niet? Ik nou de controle pak, dan... dan wil je maar niet zien rijden. Nee, oh nee, echt niet. 1 en 2 nog steeds naast elkaar. Ja. Ja, hetzelfde met 2 en 3. Ja, shit, ook hoor, je beeldjes gaat nu ook. Oh ja. En daar shit. Achter Albin ja, ook. Ja, Albin ook. Nou, in Amazing kan dat groepje ook nog wel. Misschien met het gaatje dichtbij hoor. Ja. En Brian daar weer een seconde achter. Zou zomaar een groepje vervaard kunnen worden? Ja. De meisje ging een beetje te ver over de curve zijn. Ja, het is te zien, want Brian die komt nou gelijk langs zij bijna. Ja. Die zat net op een seconde. Zit er nou, zit nou aan de binnenkant. Ja. Ja, maar Ed, volgende bocht gewoon. Ed, je krijgt deze niet cadeau, dat zie ik wel. Ah, niemand. Nee. Niemand krijgt plek cadeau. Oh, nee. Daar gaat iemand de mist in, Helderman. Auw. Ja, die was hem kwijt. Zat die kanker. Achteraan. Even de replay zetten. Dat is ook gewoon een recht stuk voor de finish. Ah, ja, ik zie hem. Ja. Ah, dat was zonde zeg. Ja. Ja, dat is zonde. Ja, ik zie dat Edwin nou toch weer een paar seconden aan het draaien is. En bijna nu een seconde, nou een seconde weg is. Ja. Ja. Voor het eerst in de wedstrijd eigenlijk volgens mij. Met nog een kleine 5 minuten te gaan, dus we zijn alweer het tweede deel van de race, heat 2. Ja. Je had nou toch een klein gaatje. Kan ik niet. Zou die weer dicht kunnen rijden, Nolf? Nou ja, dat zou ze iets uit moeten. Hij is net buiten de slipstream. Ja, nee, dat nog steeds een ruime 4,5 seconden. Ja. Op Dom. Ja, ik kan maar zeggen. Ja, het is echt een beetje tot de helft van de race, hè? Ja. Dat het bij elkaar ligt en in één keer vallen de gaten.
En je Ravinci in de bultjes zitten nog aan elkaar. Ja, 2,5 tiende. Ja, en dan heb je dit ook wel lekker dit hoor, connected scarpet. Ja, oh echt hoor. Die is normaal gesproken de visie 2, toch? Wie? Bultjes? Ja, die is al een hele tijd de visie 2. Ik heb het altijd meestal met hem aan de stok. Ja, kom hem altijd tegen. Vaak. Ja, vaak wel. Het zijn toch bepaalde mensen, hè, die dezelfde pace als jou hebben, die elke wedstrijd komen ze weer tegen. Ja, echt wel. Ik heb er ook zo een paar. Maar het is wel leuk, want op een gegeven moment weet je ook wel een beetje hoe de rijstijl is van Jan. Hè? Dus je anticipeert toch op meter op elkaar dan. Echt wel. Om ongeluk te veroorzaken, om mij nou te voorkomen. Ja. Maar dat de bultjes, het blijft toch een beetje die ander ook. Nee, jammer, bijna. Maar hij had een sneller span in de bocht, maar geeft ook een tipje achterop. Ja. Nou, daar komt hij weer. Ja, blijft weer bij me. Ik denk dat hij. Hij zit er net een halve kwart voor. Hij zit hier wel aan de binnenkant bij deze bocht, maar hij zit er nou klaar. Ja. Bultjes op 4. Nog 2,5 minuut. Want Nol zit nog steeds op een seconde. En daar komt Rettensie, die gaat voorbij aan Bultjes. Ja, die bracht hem weer terug 4. Ja, Bultjes ging een klein beetje waard. Mm-hmm. Maar ze is nog niet kwijt. Nee. In 2 minuten. Dus Bultjes erbij blijven. Ja. Het is wel een leuke combi deze band. Karten met deze band. Ja. Maar met een groepje 3 lijkt me ook wel leuk deze. Oh, echt wel. Maar dat doe ik hem liever de andere kant op. Ja, is maar tegen de groep in. Ja. Ja, ik zit even vooraan te kijken. Edwin nog steeds 1,5 seconden op 0. Ja. Zo'n weer 4 seconden weer op Dom. Dom 4,5 seconden op Frequency. En die hebben de bultjes op 3. Binnen 2 tienden. Albino komt iets dichterbij nu. Iets meer dan een seconde nou nog. Nog. Ik denk dat de bultjes een klein foutje heeft gemaakt. Want die zit nou bijna weer op een seconde van Revensi af. Ja. Maar er weer wel een seconde tussen hem en Albino te houden. Ja. Met nog 20 seconden te gaan. Ja, iedereen weer over start finish. Ja, is de laatste ronde dit. Ja. 10 rondjes. Ja. Ja, dit wordt zijn tweede overwinning, joh. Ja. 2 seconden. Ja, iets meer moeite had hij nu. Hey, maar wie was er op 3? Dat was Dom. Die heeft een fout gemaakt. Want Rettensie zit in één keer op 3. Hij heeft 6. Hij zit nou op 6. Die heeft echt een slipper gehad. Die is erbij gegaan. Ja. Oh, dat in de laatste ronde. Ja, zonde. Dat is erg zonde. Of hij dacht al aan de reverse gridopstelling de volgende heat. Maar dat zit niet echt in zijn aard, hè. Ja. Nou, daar komt hij hoor. Laatste bocht. DRE Edwin. DRE Edwin komt over de finish. Winnaar van de tweede heat ook. Ja. En daar komt hij. Nolt. 2,5 seconden. Plekje 2.
Dan Raven C met zijn eerste podium bij Dre. Ja. Netjes. En de broertjes ook gefinished. Albino op 5. Don op 6. Briar Don op 7. Imagine op 8. En Helderman. En Helderman. Weer op 9. Van plek 1 gestarten. Ja. Nou. Ja, dat was ook spannend. Hij heeft nog steeds kans op 3 overwinningen. Ja, heeft hij ook, ja. Maar ja, van achteraf, ja, je moet een beetje geluk hebben, hè, dat je in één keer door het veld heen, je hebt dat je overal precies op het goede punt zit, uit de drukte. Ja, klopt. Wie had dat nou dinsdag voor? Oh, dat was DRE Action. Ja. In de 10.000. Oh. Die stond laatste, hè, bij de start. Ja. Ja. 12e waren volgens mij, 12e. Ja. Nou, na half rondje lag de 4. Ja. Dat heeft hij goed gedaan, joh. Ja. Zo. Ik moet wel zeggen, hij start op de softs, hoor. Ik zat zelf op de hard, dus ja, ik kon dat echt niet bijbenen. Maar nee. Ja, er waren een paar momentjes voor hem en hij zat overal precies op het goede plekje. Ja, dan, ja, maar je moet wel wat geluk hebben. Dan lag je iedereen uit, joh. Ja. Ja, zeker weten. Van 12 naar 4 binnen één rondje, ja, dat was echt... Zo. Dat was echt netjes. Ja, dan heb je heel veel geluk. Maar, oké, we hebben weer pauze. Ja. Voor de volgende. Ze moeten nog even omgesteld worden naar reverse grid. Ja. Dus dan wachten we even af. Maar even over, want we waren over de Porsche Cup aan het praten. Ja, en dan zouden we verder gaan bij de volgende pauze. Ja. Maar waar waren we ook alweer? Ja, dat is een goeie. Ja. We zaten een beetje bij de kwalie. Hoe je de teams... We hadden het over die avonden. Ja, dus de... Daar waren we. Ik weet even niet meer over welke, maar ik geloof... woensdag is de eerste. Ja. Ik weet niet of donderdag ook nog eentje is. En zaterdag. Ja, dan is er gewoon een lobby open voor 3 uur of zo, toch? Zo begreep ik. Ja, er is gewoon een lobby open, dus daar kan je gewoon in dan. Iedereen die ingeschreven is. Oké. En dan kun je je kwalificatie doen. Dan moet je gewoon 8 rondes rijden. Ja. Snelste rondje wordt genoteerd. Ja. Oké. En aan die wordt het bepaald of je in de pro-klasse of de pro-AM of de AM-klasse wordt ingeteld. En de teams worden gemaakt vanuit een pro, pro-AM en een AM-rijder. Oké. En dat wordt dan een beetje ingedeeld op basis van kwalificatietijden. Zodat het allemaal een beetje geneutraliseerd wordt. Dat het allemaal spannend is. De ins en out van dat, dat weet Bastiaan, vind je. Ja. Daar heb ik niet heel veel verstand van. Maar zo wordt het ingedeeld. Ja, en van de 6 races moet je er maar 4 rijden ook, hè? Ja, je mag er maar 4 rijden. Ja. Dus eigenlijk moet je met elke... 2 races rijden, dan... Zo moet je het mee zien. Ja. Oké. Allemaal dezelfde livery natuurlijk. Ja, ook. Ook een beetje in de Porsche-stijl, hè? Zoals het in het echt gereden wordt. Ja. Het moet een beetje weg hebben van een echte livery van de Porsche Cup. Geen fantasie-livery's. Geen fantasie-livery's. Maar dat mag dan zijn de Porsches die rijden in de 24 uur van Le Mans of zo. Een klein beetje een eigen draai aan geven. Toch? Tuurlijk, want we hebben ook graag natuurlijk dat je... Ja, het is een lookalike. Ja. We willen graag dat er een beetje Dre-stickers op komen natuurlijk. Ja, precies. En bepaalde dingen zelf voorbij. Ja. Ja. Ik zie dat Brian al als enige op de baan is. Ik denk van het mocht toch eventjes. Brian oefent een paar rondjes. Zeker. Thuis de. Maar dat zie je ook wel terug, hè? Ja, echt wel. Hij is snel aan het worden, hoor.
Ja, ze zijn er nog een paar. Die trainen ook voor die 75 en die 10.000. Nou, die doen ook een keer races van 10 rondes op elke bandencompound. Ja. Ah, ik denk dat die al tijdens het trainen, gewoon in 3 dagen reizen, al 6-7 keer die race of zo, als je die rondjes van elkaar optelt. Eigenlijk wel, ja. Maar ja, uiteindelijk, die jongens die finishen wel vooraan. Mm-hmm. Ja, het is oefening waar kunst, hè? Ja, ja. Dus ja, ik wil het ook wel gaan doen met de Porsche Cup eigenlijk. Beetje goed oefenen. Beetje oefenen, ja. Ja, het scheelt zoveel. Ja. En nou weet ik dat jij een keertje een seizoen op Creole met Porsche, dus dan heb je al een klein beetje de feeling. Althans, dat zal waarschijnlijk een rondje of 2 duren. En dan denk je, oh ja, zo ging het. Ja, ja, je hebt ook al met wel, Porsche je moet gereden. Dan wel schakelen, ja, hè? Ja, ja, ik dat schakel is natuurlijk wel echt nieuw. Ja, maar toen de tijd niet. Nee, toen niet, nee. Maar de laatste races zijn allemaal geschakeld. Ja, ik moet zeggen, het gaat je goed af. Ja, het gaat redelijk. Ja. Ik moet nog even, mijn spieren moeten nog even, van mijn benen moeten nog even geheugen krijgen. Ik heb er niet meer over na te denken. Schakelen gaat steeds beter. Ja, dat gaat allemaal automatisch. Op een gegeven moment weet je, die bocht moet ik in die pakken en die andere bocht weer eentje lager. En... Ja. Dat is echt een beetje aftasten met oefenen. En dat is het wel het verschil ook met groep 4 en groep 3. Dat je eigenlijk met groep 3 lager in de versnellingen zit dan de groep 4. Ja, ja. Ja. Ja, klopt. Al eerder in z'n 2 dan dat je met normaal gesproken met die groep 4 pakken in z'n 3. Ja. Ja. Helemaal die laatste bocht op Laguna. Die pak je met de groep 3 in z'n 1. En met groep 4 is ook. Maar er waren sommigen die pakten hem ook in z'n 2 hoor. Mm. Het is me net op welke auto, maar ik pakte hem ook liever in 1. Ja. Maar het is me net even dat je dan sneller je auto stuurt beter in. Ja. Want het is maar een fractie hoor dat ik dat deed en dan eigenlijk gelijk weer terug naar z'n 2. Ja, klopt. Anders kreeg je ook weer te veel wielspelen. Ja, dan heb je kans dat je uitbreekt, sta je achter te horen. Ja, dat is weer het nadeel van de groep 3. Ja. Dat heb je weer bijna niet bij de groep 4. Nee, klopt. Ook met de start is zo. Vanaf groep 3 moet je eigenlijk een beetje voorzichtig op het gas gaan. Inderdaad. Ja. Dan moet je gevoelig gaspedaal, zeg je dan. Ja, echt wel. Dat wordt ook leuk als je groep 2 gaan rijden. Ja. Ja, maar die mag wel traction aan, toch? Ja, die mag traction aan. Ja, 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 ja. Met de Porsche Cup ook, dus. Oké. Ja, ik vind het wel fijn als het met aan is dat ik me in ieder geval met de start kan gebruiken. Ja, daarna klopt, dat doe ik me persoonlijk ook. Altijd gelijk uit. Ook altijd, ja. Dat was ook het probleem met mij in de afgelopen 10.000 competitie die startte. Dat was ook zonder traction aan. Ja. Ja. Als je toch niet gewend bent. Nee, ik heb er ook te weinig op geoefend hoor. Het ging steeds beter. Ja, qua het seizoen. Ja, op een gegeven moment ging ik maar terug van z'n 2 naar 1. Ja. Dan komt het nog het snelste weg. Ja, zie je. Daar leer je toch ook van. Maar ja, het is toch ook niet de manier, volgens mij. Maar ja, het is hem ook net op welke bandje staat. Want als je op hard start, ja, dan ga je al sneller wielspinnen haken natuurlijk. Dan wanneer je het zachte band wegrijdt. Ja, dat ook, ja. En nog... gaan ze beginnen. Ze zijn bijna allemaal de baan op, inderdaad. Ja. Er staan al 3 mannen in de pit. Ja, ik ga de baan. En de man komt er ook uit. Ja, Helderman, dan Donahue en... Donahue en... En een revenzie moet er nog uit. Ja. Ravinci, ja, ik weet niet. Ja, ik zat van de week eens vandaag. Ja, ik wou net zeggen, in mijn party maar even vragen hoe die dat het liefst hoort. Ja. Kijk, nu zit hij wel weer een 33-7 neer, Brian.
daar komt Da Vinci ook. Oké, dan kunnen we gaan beginnen. De start nog wel weer een indruk, hè? Ja. Nou, dan ga ik een keer bij Edwin op zijn schouder zitten. Ja. En de finale heeft hij alweer gestart. Nou, de laatste heat voor vanavond, dames en heren. Ja. Heat 3. Met een reverse drift. Oké, we gaan bij nummer 1. Meneer Helderman. En oh, Immation heeft een hele goede start. En Breyer dan ook. Helderman iets minder. Maar ja. Immation komt niet helemaal goed door de bocht heen. Daardoor heeft Breyer hem niet te pakken. Contact, maar het gaat allemaal nog goed. Ja. Ja, en Edwin is toch ook alweer aan plek 6. Oeh, daar ging wat. Ja, Brian neemt een klein beetje afstand. Edwin is alweer op plek 5. Ja, ja. Hij staat hier. Klein tikje, ik weet niet of hij nog voorbij is. Ja, bijna. Via, ja. Ja, en dan, ja maar tussendoor. Ah, hij raakt hem aan, ja, maar. Anders had hij hem ook gepakt hoor. Dan had hij 2 gelegen. Hij ligt nu alweer 3. Ja. Binnen het eerste rondje. Ja. Ja, een Briarden had 2 secondes. Ja. Die denk ik moet wegwezen. De regens hier een beetje wijd. Ja. Edwin die aan de buitenkant voorbij Helderman komt. En Helderman die er ook mooi uitkomt en de regens hier weer pakt. En Edwin ook te pakken heeft. En hij zit vervolgens aan de binnenkant voor de bocht. Maar even kijken wie komt daar. Ja, regens hier. Komt. Ja. En daar is Edwin ook weer, rechts van Revers hier. Ja. En links heb je Helderman aan. Hè? Ja, en Immation erachter. Het is ja, het is dicht op elkaar hoor. Bultjes op plek 7 en 8 zit ook heel dicht achter Noord. Ja. En Brian is alweer 3 seconden weg. Ja, dom het momentje gehad ook hoor. Die ligt 9 man veel. Ja, 1,5 seconden van Bultjes. Ja, en waren 9 seconden achter de mijne. Ja. Dan kan ik echt wegrijden. Ja. Maar hoe lang? Want nu, Edwin ligt nu 2. Ja, maar die heeft ook wel de man achter hem. Ja. Met elk kaartje wat je ziet, probeert hij het ook. En weet je, zit dat allemaal van een heel korte afstand te bekijken allemaal. Ja. Ja, je gaat Helderman het proberen. Ja. Aan de binnenkant. En Revers gaat het ook proberen. Hij zegt nog een mocht ernaast dat je aan de buitenkant. Ja. Ja, en dan komt Immation komt hem zelfs voorbij. En Albino zit er ook weer vlak achter. Ja, ze hebben gewoon een groepje van 5 gevormd. Ja.
En Helmer Kok van het groepje. Half seconden. Ja. En daar komt Bultjes voorbij. Drie Bultjes. Ja. En Dolly zit ook vlak achter. Ja, aansluiting ook. Ja, precies. Die gaat ook een aanval doen. Ja. Kom op, Arnold. Daar is in ieder geval weer bij. Ja. En hij heeft nog een zakje. Ja. En jij hebt die beeldjes in de keuken al wel. Maar Nol pakken weer terug. Die ligt in zijn afval. 7-8, 9-8, 7. En plek 7 heb je. Ja. Ja. Nou, Helderman op 2 momenteel. 4 seconden achter Briardon. Op een tiende heeft die Edwin zitten. Ja. En nog 9,5 minuten gaan. Ja. Edwin wil met een paarse tussentijd. Een klein groepje van 2, 3 en 4. Ja. Die meisjes zitten vlak achter nog steeds. Oh jee. Oh, Ed. Oh, Ed. Ja. Hou hem. Maar kijk, Inmation. Ja, pakt hem nu. Ja, die zet hem er gelijk naast. Ja. Maar hij is er niet voorbij. Nee. Hij heeft nou wel... iets beter. Nou, wel. Ja, hij had... Nou, dat gaat... Nee. Oh, wat... Even hem even gepakt. Inmation ging fout daar dan. Ja, Repensie heeft een foutje. Die ging zeker van de baan. Jammer. Ja. Helderman en Edwin zitten. Helderman ook niet naar het publiek kijken. Ja, je moet gewoon zorgen dat je in de slipstream blijft, hè? Ja. Dan is het echt elke bocht is het weer aan een aanval van de ander. Ja, maar Bryden heeft een 4,5 seconden bijna. Iets meer dan 4. Ja, die rijdt, die zit lekker in de zone. En, ja, dus geen foutjes maken. Nee, precies. Die zit gewoon helemaal... die zit erin. Ja. En niemand weet wie is gewoon aan het trainen en zorgen ervan. Voor de volgende race vast. Ja, maar in die flow zit hij, weet je, dat is gewoon niemand op zich heen. Nee, klopt. Nolt en de Bultjes zijn uit het uitvechten, plaats 6. Komt hij weer aan de binnenkant? Ja. Ja, de bocht daarna heeft Hendrik weer de binnenkant. Ja. Ja, ja, hij houdt het niet meer voor. Dat is een lastige bocht hoor, hier ziet het. Oh ja, echt wel. Er zit ook een beetje een dip in. Hobbeltje of zo? Ja, okay. Hobbel, ja. Een hobbel op een kuil. Ja, en meer een hobbel. Ja. Ja. Keulen hebben ze hier niet. Ik zie dat nog even het gas mee pakt. Ja. Zo blijft voor de. Ja. Even Albino Caravinci zijn het. Ja, die heeft ook weer aansluiting gewonnen. Ze dus hebben 1, 2, 3. Drie groepjes dat ook aan het uitvechten is, de plekken. Ze hadden maar een Edwin. Met van Ravensi Albino heb ik erbij ook. Ja. En daar is nou plek 4. Ja, 4 seconden af van Edwin, af van Helderman.
En toen pakt Helderman weer. Ja, en de snelste raceronde staat gewoon op de naam van Don. Ja. 1.33.8. Terwijl Ombienok en Revenzin weer naast elkaar rijden. Ja. Edwin, ja, hij komt niet echt weg van Helderman. Hij zit wel op 16e, maar... Ja, maar hij rijdt al... Het blijft niet schommelen. Hij rijdt wel paars. Momenteel Edwin, een 1.33.7. Ja. Maar ja, Bruyne, die zit al meer dan 5,5 seconden. Ja, met nog, we zijn op 2/3 van de race weer. Ja. 5 minuutjes te gaan. Na 5,5 seconden te pakken. Ja, ja, dus ik blijf. Kijk nu even bij Revenzi en Albino. Albineke. Leuke weer erbij. Ja. En ook die binnenkant. Dus. Goed dat die bocht gaan komen. Dat is wel leuk voor die groepjes, weet je. Die zijn toch gewoon in 3 keer 15 minuten gewoon aan het battelen. Het is gevecht gaan tussen 6, 7, 8. Dit komt er nu bij 4 en 5 aan. Ja, dat is ook weer een groot groepje hoor. Eigenlijk ja. Met de beeldjes. Ja. Ja. En Imation heeft ook weer, die heeft ook wat voor meegemaakt. Ja. Ja, die ligt naast. Die ligt 6,5 seconden achter Hendrik. Ja. Ja. Zonde. Ja, je gaat nog wel eventjes plekjes wisselen. Ja, gewisseld worden. Ja. Oh, Hendrik die is het aan, die heeft zijn aansluiting kwijt. Ja, die ging met een erg door het gas. Ja. Jammer. Ja, ben je hem al kwijt ook, ja. Maar Helderman en Edwin zijn erg terug. Goed bezig. Ja, en Noor, ik heb ook nog steeds Albino in het gezet. Ja. Op de Don. Ja. En Revenzi. We blijven bij dit groepje nu. Ja. We houden Helderman en Edwin even in de gaten. Die plek 2-3 is die blijft spannend tot het einde, ja. Denk ik. Ja, en 4-5-6-7. Ja, Revenzi is nu een beetje af. Daar ging Edwin. Een klein beetje dwars, ja. Oeh. Maar hij blijft de aansluiting nog. Ja, ja, ja. Een halve seconde is het maar. Ja. Maar hij had echt geluk dat hij daar niet achter tevoren ging. Netjes. Dan gaan we even terug naar het andere groepje. Ja. Het groepje van hier. Ja. En we schouden na deze nog één ronde. We zitten in de laatste twee rondes dus. Ja. Kijk, eens zetten met 4 man naast elkaar bijna nu. Ja. Nog maar 9 rondjes. Oh. Ja, goed gehouden. Daar ging Revenzi bijna. Oh. Dat is nou wel weer laatste van het groepje van 4. Ja, Don ging er 1 keer van 7 naar 5. Ja. Maar je bent er al in ieder geval nog. Ja. Ik heb in ieder geval de aansluiting nog steeds, dus... Ja.
Soms aan de man binnenkant. Even kijken, Nolt gaat mee. Oh, en Don die is hem kwijt. Ja, Don zit in de muur. Zo is het. Dus het is nou een groepje van 3 geworden. Waarvan Nolt de aanvoerder is. Of de Albino en Reeves die daarachter. Die gaat een aanval doen op Albino. Ja. Hij haalt het niet. Ja, en Edwin is Helderman weer voorbij. Ja. Maar ja, niet voor lang denk ik. Nee, het is 1000ste paars in deze sector. Ja. Ja, nee, Brian is gewoon 8 seconden weggereden. Ja. Ja, die zei, je doe je de Marcel. Ja. En dat komt wel, man. We blijven bij dit groepje nu, die twee. Kijken wie het tweede plekje gaat staan. Ja, dit wordt echt weer. Dit wordt echt kick hoor, hé. Ja, echt gewoon. Naast de meters. Kijken wie de laatste bocht het best heeft. Ja. Nog twee te gaan. Zou te zien, Edwin. Daar gaan we. Ik denk dat hij hem houdt, ja. Ja. Ja, ik denk het wel. Ja. Ah, nog knap hoor. 1-1 en 2. Ja. Ja, heel netjes. Heel netjes. Ja, komt Nolt. Arnold op 4. Ja, moet je nog. Ja, ik denk die willen hem zitten voor je. Dan zou je nog wel een plek kiezen, hè? Ja, echt. Albine op 5. Regency op 6. De Bultjes op 7. Emation op 8. En Don op 9. Op 9. Zonde. Ja, dat was jammer. Hij was dat hij hem zo goed bezig. Ja, dat ja. Een dubbele bocht weer naar links en was hij hem kwijt. Ja, echt wel. Nou, net de overwinning van Brian. Ja, dat was wat. Dit was een goede race. Ja, zeker weten. Erg goed van Brian. Ja, en het was ook. Elk groepje was spannend van het begin tot het einde in deze race, in deze laatste heat. Ja, echt wel. Ja. Dat waren ze weer. Ja, joh. Goedenavond. Dat was leuk. Ja, ik heb er weer van genoten. Ja, ja, ik ook. Echt wel. Ik hoop dat iedereen ook genoten heeft van het met kijken. En, ja, dat zal wel. Oh, dat denk ik wel. Maar we gaan dus afsluiten en dan. Strak plan. En dan zijn we over. Dinsdag gaan we dan de groep 2 doen. Ik weet niet wie er gaat streamen. Dus, weet ik eigenlijk niet. Dat zien we wel. Of er überhaupt gestreamd wordt. En volgende week, vrijdag, hebben we de laatste van de Amuse Cup. Ook. Die ga ik ook streamen. Okay. Dus ik weet niet of jij rijdt of. Nee, ja, Amuse doe ik niet mee. Nee, oké. Dus we kennen het overwegen. Ja. Dan gaan we het even over hebben van de week. We hebben het nog over. Ja, ja is goed. Is goed. Doen we. Goed. En ja. Nou, ik ben er in ieder geval vrijdag voor de stream. Dus is goed. Iedereen een fijne avond verder. En bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. Doei doei. Doei.